kan ik ermee komen als ik er nu in zou stappen? Op pure elektriciteit haal je ongeveer 55 kilometer. 55 kilometer? Met je aan de snelheidslimieten houdt. Ja, dat doen we. Ja. Ik moet 230 kilometer naar Maastricht, dus dat betekent 4 keer tanken onderweg of zo. Ja, met deze niet. Mevrouw Van der Hoeven, waarvoor gaat deze auto gebruiken? De auto gaat gebruikt worden door mijzelf uiteraard, door de staatssecretaris en door de SG en de DG's voor ritjes in en rond Den Haag. Dus naar de Kamer toe? Naar de Kamer, naar het ministerraad, naar spreekbeurten in en rond Den Haag. Tot en met, je kunt 55 kilometer ermee rijden. Dan schakelt je over op benzine, maar het gaat er natuurlijk om dat we ervaring opdoen met dat elektrisch rijden. Nou heeft Economische Zaken een prachtig stopcontact hier. Dat is nog niet overal in Nederland. Nou, dat is juist het probleem. Want wil je echt de elektrische auto's goed invoeren, dan moet je een heel systeem van oplaadpunten hebben door Nederland heen. Daar gaan de collega Eurlings en ik ook aan werken. Daar hebben we een plan voor gemaakt. Dat hebben we gelanceerd. Er is ook geld voor beschikbaar. En de bedoeling is dat we op die manier inderdaad die elektrische auto in Nederland gaan promoten en gaan laten rijden. Uiteindelijk wil je natuurlijk door het hele land met een elektrische auto kunnen rijden. Enig idee hoe lang dat nog gaat duren? Ja, dat zal nog wel even duren. Maar als ik zie dat men in Friesland al in staat is geweest om elektrische boten, om daar een heel netwerk van oplaadpunten voor elektrische boten te maken op het water, dan moet het ons toch lukken om binnen een afzienbare tijd dat in Nederland te realiseren. Wanneer maakt u zelf de eerste rit op de achterbank? Vanmiddag, dinsdagmiddag, gaan we de eerste rit maken.